En ik wil beginnen bij de wethouder. Welkom. Sociaal domein onder uw hoede hier in Tilburg. Samen met twee collega's. En samen met twee collega's. Ja, het is natuurlijk ook heel veel in het sociaal domein. En de reden denk ik dat we hier dit gesprek hebben, is ook omdat er een experiment heeft plaatsgevonden. Een experiment wat je zelf hebt gedaan. Je hebt een maand in de bijstand gezeten, vrijwillig, als experiment. Hoe is dat bevallen? Nou, ik zie het goed om te zeggen dat ik wethouder ben op het gebied van arbeidsparticipatie. En wij vorig jaar gestart zijn met nieuw beleid. Tilburg investeert in perspectief. Dat gaat uit van vertrouwen en persoonlijk contact, nabijheid en maatwerk. En we waren ongeveer een jaar aan de slag in de uitvoering. Ondanks corona probeerden we dat op die manier te doen. En ik eigenlijk heel veel verhalen hoor van inwoners over wat zij ervaren en wat zij tegenkomen. En ik dacht, ik wil wel eens weten hoe dat is. Ik hoor natuurlijk heel veel hoe dat gaat en hoe moeilijk dat is als je moet struggelen om aan het einde van de week nog wat geld over te houden en je boodschappen te doen. Ik kom zelf uit een omgeving waar dat ook niet vanzelfsprekend was, waar een groot deel van mijn familie een uitkering had. Maar eigenlijk is die wereld, staat die best ver van mij af. Dus ik wilde dat ervaren, enerzijds om gewoon te voelen, niet te weten, maar te voelen hoe dat is. Maar ook om te zien of er nou drempels zijn in ons eigen beleid waar we tegenaan lopen, die we zelf niet zien. En ook om een sterke boodschap richting het Rijk. Wat moet echt anders? We kunnen als gemeente heel veel, maar soms zijn we ook beperkt door wet en regelgeving. Ja. En dat maakte dat ik deze keuze, dat ik hiervoor koos om dat een maand te doen. Dat is natuurlijk nooit echt, dat wil ik eigenlijk benadrukken. Voor mij was het een keuze, hè. Voor heel veel van onze inwoners is het geen keuze. En ik wist dat er een einddatum aan vast zat. Dat maakt alle verschil. Ja. En ik vond het loeizwaar. Ja. Ik vond het echt heel zwaar. Hoe lang is het geleden dat je dat gedaan hebt? Ik heb de hele maand maart heb ik geleefd met €250. Dat was het Nibud-criterium. Niet veel, maar toereikend. Ik heb ontdekt dat dat niet veel is en ook niet toereikend. Nee. En daarnaast heb ik ook alle procedures doorlopen, weliswaar versneld. Van aanvraag tot aanvragenuitkering, tot een eerste gesprek, tot een klantregisseur, tot uitstroom. Om ook een beetje te zien en ook te voelen van welke formulieren krijg je dan, waar loop je dan tegenaan. Ja. En het was puzzelen, flink puzzelen. Kan ik me voorstellen. Voordat we verder gaan met het gesprek en de andere gasten, wat heb je daarvan die maand meegenomen als mens, als wethouder, waardoor je veranderd bent? Wat ik heb meegenomen is dat het soms in hele kleine dingen zit die het verschil kunnen maken. En dan bedoel ik, we hebben natuurlijk beleid dat uitgaat van vertrouwen en nabijheid en maatwerk. Maar het zit in hele kleine dingen. Het moment dat je een bijstandsaanvraag indient, aanvraagt, digitaal, dat iemand je dan belt en zegt, hoe is het nu met je? Dat gebeurde niet, maar dat had ik wel verwacht. Hè? Dus de toon en de bejegening, die kan denk ik heel anders zijn. Je hoeft niet opgeroepen te worden voor een meldingsgesprek. Je kunt ook uitgenodigd te worden. En het tweede wat me heel erg bezig hield, waarvan ik denk, daar hou ik rekening mee. Op het moment dat je in zo'n situatie zit, en misschien ook wel langdurig, en je hebt ook dat perspectief niet wanneer het misschien anders is, dat dan continu jouw denken en je leven beheerst. En dat is een soort van informatiestroom die eigenlijk doorgaat, terwijl je 100 andere dingen aan het doen bent. Maar je bent continu aan het puzzelen. En elke keer weer opnieuw de puzzelstukjes passend maken. En dat moet je heel vaak, want het leven gaat gewoon door. En daar raak je heel erg vermoeid van. Ja. En daar heb ik heb echt heel veel begrip en respect dat mensen dan soms op de korte termijn keuzes maken die je met een afstand bezien misschien niet zo verstandig vindt. Maar ik begrijp dat nu veel beter hoe dat gebeurt. Oké, ja, ik denk dat het goed is om even de lijn ook uit te leggen van deze de middag. En dit is de derde tafel. We hebben het eerder gehad over co-creatie en over technologie. Nu gaan we het hebben over armoede en de impact die dat kan hebben op zorg en welzijn en welbevinden ook. Annette Groen, jij bent hier aan tafel komen zitten. Je hebt 25 jaar op een camping gewoond en nu werk je samen met Karin Rots aan een onderzoek over permanente campingbewoning. Voordat we daarop ingaan, hoe luister je naar het verhaal van de wethouder? Nou, sowieso blij om te horen dat iemand daar op deze manier in wil duiken. En wat ze zelf ook zegt, dat je de menselijke maat raak je heel snel kwijt. En dit is een beginnetje. Ja. Hè? Ze weet niet wat het is, maar ze heeft een maand mogen voelen wat het is. Ja. Wat jou betreft zou je zeggen, alle beleidsmakers en bestuurders zouden dit moeten doen, of niet? Nou, ik zit daarnaar te luisteren en ik dacht, ik heb 25 jaar in deze situatie geleefd. En
de manier waarop je vanuit gemeente, overheid bejegend wordt. In het begin ga je daar nog op in en formulieren invullen. En dan komt er weer een andere overheid met nieuwe wetten, nieuwe regelingen, bla bla bla. En op een gegeven moment wil je eigenlijk alleen nog maar onzichtbaar zijn. Zo simpel is het. En dan ben je daar niet meer mee bezig. Dan denk je, nee, ik ga niets aanvragen. Ik roei met de riemen die ik heb. Dat lijkt me heel heftig. Nou ja, nee, dat is hoe het is. En je wordt heel creatief. In een maand ben je aan het puzzelen, maar dat voelde ik echt niet meer. Nee. En wat doet dit met je gezondheid op zo'n moment? Nou ja, ik ben geboren met een handicap. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook wel een aanname is dat je bedenkt dat iemand in deze situatie minder gezond zou zijn. Het enige verschil is dat vanaf de jaren 80 heb ik het zien veranderen hoe... je moet nu 370 of 80 euro eigen geld betalen voordat je vergoeding krijgt. Nou, dat zijn dingen die maken het moeilijk. Ik had een elektrische rolstoel en een gewone. Nou, die kreeg ik altijd. En op een gegeven moment moest ik voor mijn elektrische 50 euro per maand gaan betalen. En voor mijn rolstoel 19, 20. Ja, per maand. Terwijl je met 5 kinderen 250 euro hebt om van te leven. Ja, dus toen heb ik mijn rolstoel weggedaan. Ja, en dan word je minder mobiel. Dat soort dingen. Ja. Dus dan heeft het echt een grote impact op je bewegingsvrijheid. Ja. Ik vind het heel fijn dat je hier zit en dat je je verhaal wilt doen. Ik denk dat het heel waardevol is. Ja, ik wil nog even wat over mijn stem zeggen. Dat heeft te maken met de ziekte die ik heb. En niet omdat ik zenuwachtig of iets dergelijks ben. Nee. Ik ben heel mondig, maar het klinkt een beetje vreemd. Oké, dankjewel dat je dat aangeeft. Je werkt nu samen met Karin. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Via Klaas Burger. Die is eigenaar van Academie voor Beeldvorming. Ja. En die is op een gegeven moment campings langs gegaan om te ontdekken van waar wonen de mensen en staan ze open om hierover te praten. En mijn camping was toevallig de eerste waar hij op kwam. Ja. En hij had ook contacten met GGD Breda, waar Karin werkt. Oké, okay, dan gaan we. En hoe dat dan tot stand is. Jij hebt opgeweld. Ja, we hebben opgeweld. Ja, wat zeg je dan als onderzoeker of als beleidsadviseur? Nou, ik was ontzettend blij met het initiatief wat Klaas nam om mensen die op campings wonen in beeld te brengen. Ja. En hun verhaal naar boven te halen via allerlei werkvormen waar we als GGD helemaal niet zo heel erg in thuis zijn. Eén praktische opmerking, je hebt oorbellen in, dus als je hem uit kan halen, dan horen we niet elke keer... Excuses, deze denk of ik, hoofdstil, ja, die is het. Ja. Hoofdstil, dat wordt moeilijk, denk ik. Oh. Ja, dat is goed. Dankjewel. Is het zo beter? Ja, veel beter. Oké, dankjewel. Prima. Nog een keer overnieuw beginnen? Nee, waar je gebleven was, zou ik zeggen. Dus je belde op en ik vroeg me af, wat zeg je dan? Ja, nou, als GGD West-Brabant waren we al in aanraking gekomen met mensen die op campings wonen, noodgedwongen. En we zagen dat we als GGD die mensen helemaal niet in beeld hadden, niet wisten dat die mensen daar woonden, in soms behoorlijke aantallen. En we dachten van ja, zij horen ook tot de burgers van onze regio. En voor hen zijn we er ook. Dus hoe kunnen we eerst eens gaan kennismaken en gaan luisteren naar hoe ze daar wonen, wat de reden is dat ze daar wonen. En ik vind het zelf enorm belangrijk om samen te werken met mensen zoals Annette. Ik vind het ook prachtig wat de wethouder vertelt, dat ze zelf geprobeerd heeft zich daarin in te leven door zelf dat experiment te doen. Want ik heb die ervaring niet.
Ik kan me dat wel proberen voor te stellen, maar nooit vanuit het perspectief van mensen die het zelf meegemaakt hebben. Dus ik vind het enorm waardevol. En we hebben in dat hele proces allerlei werkvormen geprobeerd om het verhaal van bewoners te horen en op allerlei manieren zichtbaar en hoorbaar te maken voor mensen die beleid maken. Ook op het gebied van woningmarkt en campingbewoning. Okay, Wat heb je daar nou als onderzoeker en als beleidsmaker, je werkt bij de GGD, uit meegenomen van je denkt, ja, dat moeten we nou anders gaan doen? Wat ik onder andere van geleerd heb, is dat die wederkerigheid zo ontzettend belangrijk is en dat die niet altijd vanzelf spreekt. Je hebt niet vanzelfsprekend een gelijkwaardige relatie. Ik ben blank, ik ben universitair geschoold, ik ben talig. Dat zijn allemaal manieren die afstand kunnen scheppen om contact te maken met mensen uit andere groepen van de samenleving. Dus daar moet je in investeren. De vertrouwen winnen, jezelf ook kwetsbaar willen maken. Zodat je echt gelijkwaardig van mens tot mens persoonlijk contact hebt en op die manier gaat samenwerken. Ik heb ook, het project is eigenlijk nu afgerond, er komt weer een nieuwe fase. Maar daarna heb ik ook contact gehouden met Annette, omdat het eigenlijk een soort vriendin van me geworden is. Ik denk van zo hebben we elkaar nu eigenlijk gevonden. Dus het is iets blijvends geweest, omdat ik het voor mezelf als persoon ook een verrijking vind. En wat ik ook heel erg geleerd heb, is dat je zo ontzettend verrast wordt door wat mensen te bieden hebben. Want eigenlijk was Annette, woonde op een camping in Oosterhout. Maar zij mocht daar niet wonen, dus dat werd ook regelmatig op allerlei manieren duidelijk gemaakt. Maar zij was tegelijk ook de informele maatschappelijk werker voor dat hele terrein. Allerlei mensen vielen op haar terug. Allerlei mensen die zij hielp met de loketten en met de brieven en met de formulieren. Dus zij had daar eigenlijk een hele mooie zorgfunctie die we eigenlijk allemaal willen, want die informele zorg is zo belangrijk. Maar eigenlijk mocht ze dat niet zijn, want ze mocht daar niet wonen. En dat vond ik, je wordt zo vaak verrast door hoe dingen dan zijn in de echte praktijk. En dat is zo leerzaam en zo verrijkend. En hoe deed jij dat dan als je iedere keer te horen krijgt, jij mag hier niet wonen? Ja. Of word je daar ook, ben je daaraan na 25 jaar? Nee, daar ben je niet mee bezig. Op zich niet, nee. Ik bedoel, maar wat Karen nu net vertelde. Ik ben geboren in een rijk gezin. Hoe ik daaruit gekomen ben, daar gaat het nu niet om. Maar toen ik jong was, ik had een vader, VVD, maar sociaal. Heel sociaal. Dus ik moest naar een openbare school. Terwijl al de rest van mijn familie naar particuliere scholen gingen. Ik werd in elkaar getrapt omdat ik een rijke luiskind was. Oké, geeft niet. Toen ben ik uiteindelijk gaan werken in een ziekenhuis. En ik heb een handicap en tegen die tijd, dus een progressieve ziekte, werd ik in het ziekenhuis gepest door mijn medepersoneel die zelf zorgt. Geven, omdat ik mank liep. Hoe gek kan het zijn? Geeft niet. Toen ben ik getrouwd, is er iets misgegaan en ben ik in de bijstand terechtgekomen. En toen werd het weer anders. Een wethouder in Oosterhout, die komt bij ons op visite. Die zijn met een team begonnen om te kijken wat voor mensen wonen er op campings en bla bla bla. Die zit in mijn huis en ik hou van kleur. Naast wat ik doe, maak ik ook kunst. Ik hou van kleur, klaar. En die zit daar en die zegt, ik vind het hier net een Pipo de Clownhuis. Inmiddels. Jammer genoeg, mijn moeder is vorig jaar overleden aan corona. En dat heeft mij in staat gesteld om uit deze situatie te komen. Dus ik woon nu weer op een niveau waar ik aan gewend ben als kind. En nu word ik weer gezien als een mens. Hè? En het maakt niet uit, ook ik ben universitair geschoold. Het maakt niet uit, het is
de stigmatisering van juist die mensen die beleid maken, juist die mensen bij de instanties achter het bureau. Ja. Heel lullig. Maar ik heb het van alle kanten gezien en meegemaakt. Ja, ja, je noemde het net ook al, in die kleine momenten, kleine dingen, kunnen juist een grote verschil, kan een groot verschil gemaakt worden. Hoe doe je dat nu als gemeente Tilburg? Zijn er bepaalde specifieke initiatieven die misschien ook in samenwerking met Transo gestart zijn, waar je verschilt van andere gemeenten? Nou, wat je sowieso hebt gezien is dat de beweging die wij hebben gemaakt, de beweging van vertrouwen, maar ook de nieuwe aanpak als je het hebt over mensen, hoe je mensen in de uitkering benadert en ofwel naar werk toe leidt of op een andere plek, dat ze weer vertrouwen krijgen in zichzelf en de talenten er mogen zijn, maar ook de kwetsbaarheden er mogen zijn. En zoals ik al zei, Tilburg investeert in perspectief vanuit vertrouwen en nabijheid. Dat is gebaseerd op data. Dat is gebaseerd op een aantal pilots die we zijn gestart. Het vertrouwensexperiment, Doe Mee. Een experiment voor jongeren om te kijken hoe die aanpak werkt. En ergens, en dat wil ik toch wel benoemen, het is een beetje van de zotte dat je onderzoek nodig hebt om menselijkheid, om aan te tonen dat menselijkheid werkt. Hè. Ik denk iedereen heeft het nodig. Ja. We kunnen ook allemaal in omstandigheden terechtkomen waar je iemand nodig hebt en het fijn dat iemand naast je gaat staan. Maar het punt wat je noemt om het data het verschil te maken, daar hebben we wel heel erg expliciet gekozen in Tilburg, in dit college en deze raad. Om te doen wat werkt en te behouden wat werkt, zodat we impact maken en stoppen met wat niet werkt. En daar hebben we natuurlijk universiteiten, maar ook instituten zoals Transo nodig. En om een voorbeeld te noemen, waarin eigenlijk ons sociaal domein heel erg is opgebouwd, is, dat was al gestart in de vorige periode, is bijvoorbeeld de Agenda Sociaal 013. Samen met Transo hebben we ook de gesprekken gevoerd en zijn daar belangrijke waarden uitgekomen die ons handelen leiden. Hè? Met een goede start, met een fijne leefomgeving in een wereld die je ziet. Want dat is ontzettend belangrijk, dat iedereen ertoe doet en gezien wordt, zoals ik al zei, met al zijn talenten, en, maar ook kwetsbaarheden. En zo kun je ook denken aan initiatieven, volgens mij is daar Transo ook bij betrokken als je het hebt over onze prachtwijken, onze wijken met heel veel talenten, maar ook moeilijkheden waarin vraagstukken als armoede en dat perspectief op bestaanszekerheid ontbreekt. Dan hebben we 3 wijken hier, de paktwijken. En ook dat trekken we samen ook met onderzoeksinstituten, waarin we met data, zowel kwantitatieve data, maar vooral ook de kwalitatieve data en de gesprekken en de narratieven en de verhalen van inwoners, ons leiden in de stappen die we gaan zetten en die we ook continu weer aanpassen op basis van nieuwe inhoud. En dat is mooi en daar hebben we elkaar ook gewoon hard in nodig. Ja, ik word even getriggerd in je verhaal door wat je zei van wat werkt niet, daar stoppen we mee. Kun je een voorbeeld geven van iets wat niet heeft gewerkt, waarvan je zegt, we dachten, we hadden er hoge hoop van misschien, maar het is niet. Ja, dat is best ingewikkeld, want vooral als je dat doet op data of je zegt van nou, we gaan stoppen, welke ambtenaar gaat dan zeggen, dit werkt niet, hè? Precies. Het werkt altijd. Maar op het moment dat je keuzes moet maken in waar de meeste effectiviteit is, en een voorbeeld om te noemen waar je dan afscheid van neemt, is bijvoorbeeld wat we zien, bij ons heet dat het maatpakt, we hebben een aantal gezinnen in de regio en ook in Tilburg waar er meerdere problemen spelen op verschillende leefgebieden. En voorheen was het zo dat het bijna vanzelfsprekend was dat wanneer zo'n gezin met jeugdproblemen, dan ging je via de jeugdwet en de jeugdzorg ging je dat aanpakken. En als er problemen speelden met de uitkering of met armoede, dan lag daar een taak voor werk en inkomen. En als er toevallig ook nog gezondheidsproblemen bij, dan kreeg je te maken met de beleidsmedewerkers van de WMO. 3 verschillende afdelingen en een heel team aan beleidsmedewerkers. Nou, nu doen we dat veel vaker met 1 case manager, 1 coördinator die de regie houdt en die kijkt wat nodig is. Daardoor is, mag ik er wat over? Is dat vanuit het gezin of wordt het van buitenaf gesignaleerd? Vanuit het gezin, maar soms ook vanuit de toegang, hè, waar deze gezinnen gemeld zijn, die soms met hun handen in het haar zitten en zien dat er heel veel gebeurt, maar eigenlijk niet het effect heeft. Niet het beoogde effect heeft. En dan wordt er contact opgenomen met het gezin, dus ook met toestemming van het gezin, waar het gezin ook zelf nadenkt aan een plan van aanpak waar zij mee geholpen zijn. En dat zijn soms onorthodoxe oplossingen. Precies. Die niet vast te binnen zijn of vast te pinnen zijn in wet en regelgeving. Daarom hebben we ook een, zeg maar, een bureaucratievrije pot. En dan kijken naar oplossingen. Maar ook daar is het belang dat je het gezin meeneemt, een stem geeft en mee laat denken in de aanpak.
Nou, en een voorbeeld wat ik zelf naar aanleiding van mijn ervaring in de bijstand, maar ook de gesprekken die ik heb gevoerd met een inwoner, Hanni, dat ging dan over de stofzuiger. Ik weet niet of dat bekend is, maar dat er twee ambtenaren op bezoek gingen om te controleren of de stofzuiger kapot ging. En ik kan heel goed uitleggen waarom dat nodig is. Je hebt ook het aspect van veiligheid. Nou, als je Hanni ziet, dan hoef je daar helemaal niet bang voor te zijn. Maar soms komen de ambtenaren ook iets anders tegen. En daarvan hebben we nu gezegd, als je werkt vanuit vertrouwen, en als je werkt vanuit nabijheid en maatwerk, en toeval is dat helaas Hanni toen nog geen klantregisseur had, dan zou je ook op een andere manier hiermee om kunnen gaan. Je kunt ook zeggen van, nou, ik ga ervan uit dat wanneer iemand aangeeft dat de stofzuiger kapot is, dat die ook kapot is en dat hij daarvoor een aanmerking komt als hij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft voor bijzondere bijstand. En dat registreren we ergens en op het moment dat er een inwoner 4 keer in de week een stofzuiger aanvraagt, ja, dat er dan een alarmbel gaat rinkelen, dat snap ik. Maar dat kun je ook op een andere manier doen. Volgens mij toont dat vertrouwen. Je stopt eigenlijk met wat niet werkt en ook niet hoe je wil overkomen. Want je wil juist nabij zijn als lokale overheid. En het levert volgens mij ook nog eens een financieel rendement op. Want 2 ambtenaren op pad, kan je voorstellen, dat telt ook op. Ja, en ik ben dan heel benieuwd, is het dan in de volgende cyclus, volgende coalitie, zijn dit soort dingen dan behouden of zijn dit dingen die dan weer misschien veranderen? En nu is het beleid vastgesteld, dat wordt altijd vastgesteld voor 4 jaar. Ja. En het is de politiek eigen, na 4 jaar komt er wellicht een nieuw college en die wil weer zijn eigen stempel opdrukken. Ja. Dat is ook zeg maar de kritiek op de politiek, zou ik zeggen, ook waar ik zelf onderdeel van ben. Juist als je de ingewikkelde vraagstukken wil aanpakken, dan zul je een lange termijnvisie moeten hebben en dan moet je soms denken in termen van 20 en 30 jaar. Ja. Dus het kan, maar het mooie is wat we in Tilburg doen, is dat we op basis van data onze keuzes maken, op basis van wetenschappelijke en praktijkinzichten, op basis van de ervaringen van onze inwoners. En die zijn heel erg duidelijk, die laten zien dat deze aanpak vanuit vertrouwen, nabijheid aan maatwerk werkt. Ze krijgen vertrouwen in zichzelf, het gevoel, niet alleen maar het gevoel, ze doen er weer toe en willen graag meedoen en maken ook stappen. En dat is natuurlijk fantastisch. Oké, dankjewel. Ik wil nog 1 vraag stellen aan Karin ook. We hebben het nu heel veel ook over gezinnen. En hoe zorg je er nou voor, ook als beleidsadviseur en onderzoeker, dat gezinnen van kinderen waarvan de ouders lijden aan financiële problemen, hoe zorg je ervoor dat die een bepaalde bescherming en begeleiding krijgen? Zo, dat is een grote vraag. Ja, signaalgevoeligheid is wel een belangrijke. Er is niet altijd een zo'n groot vertrouwen of een band tussen overheid en burgers dat mensen makkelijk hun signalen durven afgeven. Dus het kan ook een gevoel van schaamte of van stigma zijn. Dus het is heel belangrijk om wel de signalen op te pakken die mensen wel geven. Bijvoorbeeld als mensen zeggen van ik ga niet naar zwemles want het is te ver weg, dan kan het ook zijn dat er geen geld is voor zwemles. Dus dat soort signalen oppikken binnen de basisvoorzieningen, daar begint het mee. En ik denk, ja, het allerbelangrijkste is wat u ook zegt en wat ik eigenlijk net ook gezegd heb, is leef je in de mensen waar het om gaat. Zorg dat je mensen kent, misschien ook in je privé-netwerk, die in deze situatie leven, zodat je ook het veel beter herkent en veel beter ook een gelijkwaardig gesprek kan aangaan, want dan ontstaat vertrouwen. Ja. Anders blijft die afstand heel groot en zeggen mensen die op bezoek komen bij iemand van, wat is dit een leuke pipowagen? Het is natuurlijk het is iemand zijn huis. Daar woont iemand, het is een basis, het is een veiligheid. En dan kunnen zulke dingen voorkomen worden. En dan kan vanuit vertrouwen gewerkt worden. En dan kan ook een samenwerking ontstaan. Oké, en Annette, tot slot dan, want het gaat over kleinere afstanden, nabijheid. Heb je het idee dat sinds Transo, dus nu 20 jaar bestaat, dat die afstand steeds kleiner wordt? Niets van gemerkt. Nee. Ja, sorry. Ja. Nee. Ja. Weet je, maar ik hoor nu eigenlijk vandaag voor het eerst waar Transo voor staat. En dan denk ik, nou, hele goede ideeën. Gelijkwaardigheid was direct het woord waar ik wel over struikelde. Dat ik dacht, hoe ga je dat doen? En nog een woord wat ik, waarvan ik denk, moet je zo werken, dat is het woord doel.
Want ik denk dat het doel moet heel flexibel blijven. Dat moet kunnen veranderen op de weg en naartoe. Dus, maar ja, tijdens de presentatie heb ik te veel iets over het doel gehoord en niet over de weg. De weg is het doel, zeggen ze wel eens. Ja, maar als je het over een doel hebt, dan denk ik, oh jee, er zijn weer allerlei aannames van daar moeten we naartoe om deze mensen, de kansarme mensen, die ik dus niet kansarm, maar heel co-creatief vind, om die te helpen. Maar dan denk ik, nee, ga op weg en creëer een weg. Maar een doel is er niet, want de tijden veranderen. Ik bedoel, ik ben 60, het verandert. Het is echt... Ja. Ja. Ja, dank je wel. Ik vind het heel mooi wat je zegt, hoor. Dus ja. Hij staat genoteerd. Dus ik krijg gewoon de kriebels als ik daarnaar luister. Weet je, ik hoor een heleboel positieve dingen. Ja. En die meneer Steenboeg, die hier net was, die had het over autonomie van die robots. En toen dacht ik, ja, wat dacht je van de autonomie van de mensen? Ja. Want je voelt je pas slachtoffer als ze die autonomie van je afpakken. Mm-hmm. Ja. Wanneer voel je je gelukkig? En dat heeft niets te maken met of dat je veel geld hebt of niet of wel. Nee, gewoon als je autonoom mag zijn. Als je mag bewegen zoals jij wil bewegen. Dat is belangrijk. En dan mogen die robots. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Dank voor dit gesprek. Jawel. Ruimen de tafel dan even af, zeg ik dan even in goed Nederlands. Dank je wel, Esma Lala. Dank je wel, Karin Rots. En dank je wel, Annette Groen. En natuurlijk ook die...